Een hele goede morgen, lieve mensen. Een hele goede morgen, lieve mensen. Wat staat een vlog vandaag vroeg online, hè? Inderdaad. Het is 1 maart en dat wil dus zeggen dat we een nieuw intro hebben, nieuwe thumbnails, nieuwe YouTube banner en we gaan nu kijken naar dat nieuwe intro. Welkom terug, mensen. Leuk dat jullie nog steeds kijken. Vandaag hadden we een werkdagje. Ja. We moesten ons voorbereiden op deze dag. We moesten alles opnieuw ontwerpen. We hebben alvast voorgewerkt. Dus het was gewoon een werkdagje vandaag. Ja, en we hebben besloten om vaker gewoon door de week echt aan ons YouTube kanaal te gaan werken. Omdat het gewoon ook wel echt een baan begint te worden. Het is eigenlijk gewoon wel een baan. Het is best wel vroeg en we gaan vandaag lekker de hele dag aan het werk. Tot... En ik ben naakt, dus ik loop heel veel zo. Tot. Ja, je was gewoon in beeld hoor. En ik ga de baby's wakker maken. Ze hebben tot net geslapen, maar ze zijn nu toch wel wakker. Jij? Hey. Hey. Oh, jij bent toch al wakker. Je zusje niet eens. Ben je aan het kijken? Ben je zo aan het kijken? Ja. Ja? Kijk of je berenbillen al passen. Nou, wel een beetje groot volgens mij. Maar... Mijn broekjes maakt het... Dat zie je moeilijk te kijken. Ga je lachen? Ga je lachen? Ja. En we merken dat ze sinds 2 dagen of zo een klein beetje aan het lachen zijn. Dus dat is echt heel erg leuk. Vooral Luna. Marley iets minder. Maar dat zal ook niet heel lang duren dan voordat die er weer achteraan komt. Ga je lachen voor de camera? Met je schattige berenbilletjes. Zo, erg schattig, erg cute, heel erg cute. Berenbillen. Zo. Zo. Kijk dan, super cute. Even je broekje eentje opvouwen. En hier ook eentje opvouwen. Zo, dan pas je ze al. Ja, hè? Ja. Ja. Kijk je naar jezelf? Ben je naar jezelf aan het kijken? Ja. Dit is toch schattig. Het is een soort van draagdoek. Maar dan niet helemaal. Altijd als ik een vest aan heb met een rits, dan vind ik dat best wel vervelend, omdat ik niet wil dat ze op die rits gaan liggen. Dus leg ik ze op mijn borst of op mijn shirt. En dan doe ik de trui eroverheen. Dan zijn ze een soort van ingebakerd. En ze vallen super snel daarvan in slaap, hè? Ja. Marley was er net echt aan het krijsen, omdat ze zo'n honger had. En nu is het alweer vergeten. En Luna, die slaapt echt diep. Ja, die is gewoon lekker door aan het slapen. De baby's hebben even een middagdutje gedaan en daarna is het toch wel behoefte om even te knuffelen. Wij ook. Wij hadden ook behoefte om te knuffelen. Maar de hele dag door behoefte om te knuffelen, ja, met de baby's. Ja, maar daarom benoem ik het niet. Maar de baby's hebben daar geen behoefte aan. Die willen ook gewoon slapen af en toe. Dat is waar. Maar dit keer hadden ze echt eventjes onze aandacht nodig. Jij hebt ze in de draagdoek gedaan en ik heb ze gewoon in mijn onesie gedaan. Ja. Lunaatje lag de hele tijd heel lief te slapen en ik maak haar wakker. En nu is het dit. Hey liefie, hey liefie. Nou kan je lekker fietsen, hè? Oké, Thomas en ik hadden vandaag een lijstje gemaakt voor de dingen die we af moesten hebben. En dat is gelukt, toch? Mm-hmm. Alleen de afspraak bij de KVK? Ja, dat moet ik nog even regelen. En voor de rest is alles gelukt. Dit was het lijstje voor vandaag. We hebben ook een lijstje voor morgen en een lijstje voor overmorgen. En terwijl ik aan het werk was, zat Marley zo bij me en zat Luna zo bij Thomas. Ideaal zo'n draagdoek of een vest. Oh, oh. Oh. Ineens is het huilen. Ik moet nu even kolven, dus ik ga Marley weer lekker terugleggen. En daarna gaan we ook beginnen aan de volgende voeding.
Het is namelijk 2:15 en 3:00 is hun volgende verzorg- en voedingmoment. Dus ik ga er even terugleggen zodat ik net op tijd klaar ben met kolven. En daarna gaan ze weer even terug in bed. En dan gaan wij ook even een middagdutje doen. Daarna hebben de baby's nog een dutje gedaan. Hebben ze weer wakker gemaakt. Hebben ze even in de box gelegd. Toen was het alweer tijd voor hun volgende voedingsmoment. Dat blijft maar doorgaan, hè? Ja. Voedingsmoment, voedingsmoment. Maar ik merk wel dat het nu minder lijkt. Minder lijkt. Terwijl we geven nog steeds evenveel voedingen, ja. Maar het lijkt wel alsof... Eerst dacht ik echt, wow, nog 5 of 4 voedingen, weet je wel. En dan liggen we alweer te slapen. Ja, maar nu lijkt het allemaal een stuk minder. Het gaat allemaal wat natuurlijker. Ja. En de babytjes liggen weer in de box. Ja. Nog steeds geen lachje, wel een huiltje. En Mardi is wel een beetje... Oh, dat moet je nooit zeggen dat ze blij zijn, hè. Want dan gaan ze huilen. Is het bijna etenstijd? Bijna. Ja... We gaan voeding klaarmaken, jongens. Meisjes, pardon. En toen waren wij zelf ook eventjes in slaap gevallen. Na het voedingsmoment zijn we lekker met de baby's op bed gaan knuffelen. En dan liggen we gewoon op ons rug en de baby's op ons. Ja, dan doe je je oogjes wel eens dicht. Ja, de baby's die vallen dan in slaap. En je ziet die baby slapen. En je doet gewoon even je oogjes dicht. En er staat alleen een klein lampje aan. Ja, en ja, dat is gewoon een goed slaapmiddel, zeg maar. Je slaapt niet echt vast, want nee. Je bent continu alert. Maar het is echt, het slaapt zo lekker. Zo, dit is mijn current mood. Moet je even kijken. We zijn een beetje in slaap gesukkeld met de baby's. Het is echt een goed slaapmiddel, die baby'tjes. En ik weet niet wat het is, maar als ze naast je liggen te slapen, ga je automatisch ben je weg. Natuurlijk niet echt weg, want je blijft de hele tijd alert dat je niet beweegt. Maar ja, het is toch wel fijn om even je ogen een beetje dicht te doen. We hebben vandaag ook geen middagdutje gedaan. Wat we eigenlijk alleen maar thuis hebben gewerkt. Maar we waren allebei wel heel erg moe. Het is nu 11:45. Ik ga ze zo een schone luier geven. Kijken of ze een nachtflesje willen of dat het zonder voeding wordt. Ze hebben vandaag best wel goed gedronken. Volgens mij maar 1 keer zonde. Ja, 1 keer zonde. En verder hebben ze echt 70, 60, 50, 55. Dus ik ben zeer tevreden. Het is op zich helemaal niet erg als ze nu een zonde krijgen. Zonder voeding krijgen alleen. Ik ga hier de moedermelk warm maken. Geef ik ze een schone luier. En dan ga ik verder kijken. Dat was de vlog alweer voor vandaag, mensen. We hopen dat jullie de nieuwe banner en al die dingen leuk vinden. Vanaf nu dus intro, elke dag... Outro. Oh ja, ik blijf het de hele tijd zeggen. Oh, we hebben ook een nieuwe endcard, ja. Oké, in ieder geval, die gaan jullie zo meteen bekijken. En dan kunnen jullie doorklikken naar andere video's. Maar jullie kunnen ook abonneren weer. Abonneer. Als je dat nog niet gedaan hebt. En vanmiddag om 3:00 een Q&A online. Ja, zo meteen. En die komt elke woensdag. Ja, zo meteen komt er een Q&A online. Elke dag om 6:00 een nieuwe vlog online. Heel erg bedankt voor het kijken. Komt nu de endcard. Abonneer daar en klik door. Doeg! We love you!